Boerenmeert is volgens mij is dit de allereerste keer hè, dat hij is afgelast. Het is de allereerste keer dat vanwege het slecht weer wordt afgelast. We hebben het ook ooit moeten aflasten vanwege Monterklauwzeel. Maar het weer, en het weer is zodanig, de voorspellingen van Meteo Eindhoven, waar we net contact mee hebben gehad, die zijn zo vreselijk slecht dat we de verantwoording niet durven nemen om door te laten gaan vandaag. Er zijn al kramen omgewaaid, de verkeersborden omgewaaid. En nou, zoals je net hebt meegekregen, hebben we alle vrijwilligers verzameld in de tent. En iedereen laten weten dat het helaas niet doorgaat. En nu, hoe gaan jullie het aankondigen voor het publiek? Blijft daar vandaag nog een extra post staan? Of? Meteen nadat het beslissing genomen is, hebben we contact al gehad met Omroep Brabant. Op Facebook, internet, ja, alle sociale media die maar mogelijk zijn, hebben we al ingeschakeld. En ik denk dat het al erg snel rondgonst. Ja. En hopen zo weinig mogelijk mensen ja, hier deze keer dan voor niks komen. En wat gaat er nu gebeuren als de wielen weer gaan opruimen? Of? Ja, ze hebben de kraam, degene die de kraam levert, die komt binnen een half uur komt die het zaakje opruimen. De tentbouwer weet het ook, die heeft zijn tent al versterkt. En ik weet niet of dat hij vandaag komt afbreken, maar die heeft het zaakje al versterkt. Dus, en als de tent gesloten blijft, kan er niet zoveel gebeuren met de tent. Nee. Maar als je nu al over de map loopt, is het al bijna helemaal leeg. Dat gaat erg snel, helaas. Je merkt het nu ook, de wind wordt, ja, wordt steeds... Vanuit het zuiden begint het ook steeds groter. Ja. Ik denk dat we een hele goede beslissing genomen hebben. We waren net op tijd weg met inpakken. Want? En toen gingen die kramen de lucht in. Ja, en dan hadden ze eronder gelegen. En dan? Waar komt u vandaan, meneer? Uit de Achterhoek. Uit Almen. Met wat voor spullen stond u hier? Wij staan hier met een drukkerijmuseum. Ah. En de mosterdmakerij. Het is de eerste keer, hè? Afgelast. Dit is de eerste keer dat ik het zo meemaak. Ja. Ja, we hebben de winkel open gedaan, want het is veel veiliger. En zo kunnen we iedereen toch voorzien van klumpensbrood en worstenbroodjes. En zoals je ziet zijn de rekken al leeg. Want jullie hebben ontzettend veel gebakken voor vandaag, hè? Ja, ja, ja. Maar we bakken de hele dag door, dus op een gegeven moment stoppen we dan met bakken, hè? 36,90, 37 en 43. Kijk eens, alsjeblieft. Goedemorgen. Goedemorgen. Kom maar aan deze kant. Okay. Lekkere worstenbroodjes. Ja, die blijven toch lekker, hè? Wanneer je ze opneemt. Heb je nog meer plateaus? Nee.